Yo Nintendo fans, welkom bij weer een gloednieuwe video. We gaan weer verder met de Super Mario 3D World 100% run. Wat zit jij nou zenuwachtig te doen hieronder? Ik wil aandacht! Jongens, geef Piet even aandacht. Geef even 1500 duimpjes omhoog voor Piet. Ben je ook weer blij, hè, jongetje? En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je iedere dag Nintendo-video's wil zien. En daar gaan wij beginnen aan de Toadwereld. En dan hebben we de veelvlug vijanden in het verrassingshuisje. Dit gaat een ding worden. Ik denk niet dat ik dit in één keer ga redden, jongens. Oh, ik moet deze enemies nakken. Ja, dat is één. Lekker. Ik ben wel blij dat ik een kat heb. Hoppakee. Lekker. Oké, de eerste is gelukt. Sowieso heb je hier power-ups voor nodig. Hoe gaan we dit doen dan? Ja, zo. We gaan hun hoofden kapot maken. Ah, lekker. Nice. Dit ging super chill. Oké, we moeten de kat zien te houden. Dan deze twee. Die gaan in de lucht vliegen. Ja, top. Dan kan ik hem slopen en slopen. Nice. Lekker. Oké, en door. Ja, dit zijn dus allemaal enemies. Deze hebben boomerangers. Boomerangers. Bye, boomerangers. Dikke doei. Next. Oké, wie zijn dit? Oh, wacht. Wat is dit? Wat moet ik hier doen? Kijk, we moeten hem nakken. Ja, we moeten hem nakken. Pak hem. Pak hem. Op zijn bakkers. Pak de ster. Lekker dood. Dit duurde wel even, hoor. Holy moly. Oké, wie komt er nu? Goombas. Goombas. Zoveel Goombas. Zoveel Goombas. Pak alle Goombas. Lekker. Woe. Nice. Oké, nog 4 kamers te gaan. Oké, let's go, Toad. Oh, dit wordt een ding. Dit wordt een ding. Ik heb er 1 kapot. Nice. Lekker. Deze nu. En dan moet ik heel snel door naar deze. Pak hem. Lekker, Toadje. Hoppa. Zo nice. Nog 3 kamers. Wie zijn er hier nu nog? Kamekjes. Lekker. Nice. Nog 1 kamekje. Waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Je gaat daar naartoe. Hoppakee. Je bent van mij, jongen. Lekker. 2 te gaan. Oh, Pietjes. Pietjes. Deze slaapt. Dan nu deze. Ja. Deze nog. Oh, ik ben zo blij dat ik een kat heb. Als je dit level wil gaan doen, jongens. Zorg dat je een kat hebt of een andere power-up. Want dat is echt heel erg welkom. De laatste. Ja, dit kunnen wij. Dit kunnen wij. Dit kunnen wij. Dit kunnen wij. Lekker! Haha! Toch gewoon in 1 keer. Nice. Ja, dat is beter dan de vorige video waarin ik behoorlijk wat dood ging. Het begin is goed. Deze Toadwereld heeft geen stempels. Kijk maar. En we moeten nu nog 3 levels om door te gaan naar de volgende wereld. En de eerste die we gaan doen is level 5. Het huis van de 1001 schuifdeuren. Ja, dit vond ik wel echt een tof leveltje hoor. Toen ik hem voor de eerste keer speelde. Pas op voor de Fire Bros. Nice. Deurtje open, deurtje open. Hier tegenaan slaan. En even kijken of we niks gemist hebben. Nee, zo te zien niet. Lekker. Let's go. Pak de hamerman. Oh nee, het is geen hamerman. Het is boomerangman. Ik kan ook gewoon deze op zijn hoofd gooien. Oh, lekker afgeweerd, dude. Oh, oh, oh. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar het leek net alsof dat zo hoorde. Oké, let's go, let's go, let's go. Wat hebben we hier? We hebben hier Goombas. Maak ze kapot. Lekker, Toad. Zit hier achter iets? Ah, kijk, we moeten weer van die sleuteltjes gaan zoeken in dit level. Oké. We hebben nog 336 seconden, dus gelukkig hebben we ruim de tijd. Dat was de tweede sleutel. Nou heb ik echt pas laatst geleerd, hè, dat je ook gewoon nu met je cursor enemies kan pakken. Kijk, ik kan deze enemies ook gewoon met mijn cursor slopen. Echt super chill. Heb ik echt pas geleerd. Oh, oh, oh. Fire Bros. Lekker. Wat gebeurt er als we hier tegenaan slaan? Ja, dan hebben we hier achter weer een sleuteltje. Let's go. Oh, woe. Ik heb gewoon nog geen 1 ster gevonden. Dat was volgens mij de vorige keer ook in dit level. Oké, we moeten gelijk omhoog sturen. Oh, ja, oké. Ik ben alleen nu wel mijn power-up kwijt. Ik had hier dus eigenlijk een vuurbloem nodig, want dan kon ik die bol weghalen. Nou ja, maakt ook niet uit. Misschien krijgen we nog ergens een kat. Gooi even een balletje op zijn bakkes. Lekker. Lekker, lekker. Oh, ik heb hem niet, Oh, nice. Ik kon gewoon ertussenin staan. Heerlijk. Oké, en door. Krijgen we nog een power-up? Lekker. Ja, eigenlijk zijn deze ballen ook gewoon een power-up. Wow. Vliegende boemerang. Alright. Die even weghalen. En dan hebben we hier de laatste sleutel. Ja, oké. Zou hier dan ergens nog iets verborgen zitten? Ik denk het niet. Pak wel even de tijd op. En dan gaan we hier doorheen. Oh, ja, dat was dit. Ja, dat was met deze propeller dingetjes. Zo. Dan moet je hier zo omhoog vliegen. Ja, nice. Nog eentje. Pak hem. Lekker. Dit is denk ik dan, ja, de tweede ster. Top. Er zijn wel veel irritante vliegmannetjes hier zo. Ga eens weg, vliegmannetjes. Jullie zijn vervelend. Ga weg. Oeh. Ja, nu heb ik zeker weer een nieuw vliegmannetje nodig. Zitten die hierin? Nee, die zitten niet hierin. Even wachten hoor. Ik wil eerst even afrekenen met deze vuurman. Vuurman, waar ga je naartoe? Hier naartoe? Oké, dikke doei.
Kan ik hier tegenaan slaan? Ja, wat gebeurt er? Oké, daarmee kunnen we door naar het volgende stuk, denk ik, of zo. Ik pak toch nog even een propeller mee, hoor. Ik wil toch nog even kijken wat we allemaal kunnen doen hier zo. Want we moeten op een bepaalde manier bij die ster gaan komen. Kijk dan. De vlaggenmast die beweegt gewoon. Super grappig. Oké, nou, we moeten in ieder geval toch gewoon hier doorheen. En dan moeten we... Oh, dan komen we bij de ster uit. Oh joh, we hoeven helemaal niet naar binnen. Ik dacht dat we nog naar binnen moesten ook in dit level. Maar nee dus. We kunnen gewoon door. Hutseflats. En dan moeten we zorgen dat we omhoog komen. En dan inderdaad zo boven in de vlaggenmast. Lekker! Ook gewoon first try, jongens. Gaan we deze video alles first try doen? Oké, we gaan afspreken. Als ik alles in één keer haal in deze video, dan abonneer jij sowieso. Oké? Deal. En het liefst als ik het niet haal ook. Want we moeten nu naar de stormachtig spookschip. En volgens mij was dit wel een lastige. Oké, hier is niks. Ja, nee, dit ga ik denk ik niet in één keer halen hoor, jongens. We moeten hier... Even kijken. Oeh, ja, dat bedoel ik dus. Rennen, Toad. Laat je niet van het schip afblazen. Lekker, nog twee. Oeh, ja. Ja, we hebben hem toch gewoon. Nice, heel nice. Zit hier een power-up in? Nee? Waarom krijg ik geen power-ups van jullie? Spel, geef mij power-ups. Ik wil power-ups. Potverdorie. Oké, hier moeten we even goed uitkijken. Waar gaan zij blazen? Zij blijven op dezelfde plekken blazen. Oh, oké. Never mind. Jullie moeten allemaal van de boot af. Hoppakee. Lekker. Hoppakee. Jullie ook even kapot. Nice. Piem. Helemaal top. Ik wil er niet gelijk doorheen rennen. Ik heb zo'n gevoel. Ja, ik heb zo'n gevoel dat we inderdaad hier naartoe moeten. Lekker. De tweede ster is ook van de partij. En dan kunnen we nu rustig door. Lekker. Oké. Ik wil niet stoer doen. Maar het gaat best wel goed. Go. Jump. Ik hoop dat ik niks mis. Kijk, op deze manier kunnen we gewoon door. Ja, lekker. Kan ik hier nog dingen gaan kapotmaken? Ja, lekker. Beam ze er allemaal af. Nice. Oké. Even pauze. Even kijken of ik hier dan wel een power-upje kan halen. Oh ja, nice. Kijk, nog zo één ding. Lekker. Oké, die is eraf. En waar is dan de volgende ster? Nee! Ik wou er nog niet doorheen. Nee! Ik wou nog op zoek gaan naar de ster. Oké, daar gaat mijn first try. Potverdorie. Ik wil hem gewoon kapot maken. Ik wil jou gewoon kapot maken, vriend. En dan gaan we gewoon dit. Gaan we zo doen. Oh, wacht. Dit ding beweegt uit zichzelf. Let's go! Oké, die hebben we dan wel. Nee, man. Ik wou nog die derde ster gaan zoeken. Ik vind dit gemeen. Zit die derde ster dan toch hiervoor? Moet ik dan toch hier naartoe lopen? Ah, nee. Ik dacht dat hij misschien daar zou zitten. Hij zit hier, hè? Hij zit hier. Ja hoor, ik heb hem. En dan moeten we het Bowserbeeld slopen om door te gaan. We hebben ruim genoeg sterren. We hebben alle sterren. Helemaal toppie. En wat is dit dan voor wereld? Terugkeer naar het Blauwe Meer. Nou, dat is mooi. We hebben Blauwe Toad, het Blauwe Meer. Het is een match. Oké. We hebben hier Tanuki Wookie. Dus even kijken hoe we dit gaan doen, hoor. Er is daar dus een ster. We moeten hierop. Dan moeten we hier, denk ik, een beetje zweven. Even terug. Let's go. Nee! Daar gaat mijn first try. Go. Dit was niet zo heel moeilijk. Het was gewoon niet zo heel moeilijk. Daar baal ik van als het dan niet zo heel moeilijk is en het lukt nog steeds niet. Oké, alle lava weer terug in de lava. Lekker. Go. Kapoetski. En dan kunnen we even hier kijken wat ons te wachten staat. Ik zie niet echt groene sterren zo te zien. Helemaal achterin is een groene ster, achter de buis. En voor de rest, geen idee. Er zit er ergens dus één verstopt. Nou hoop ik dus dat we gewoon door mogen springen hier. Ik moet hier naar links en hier naartoe. Daar zit de groene ster. Oké. Nou, dit kunnen we wel. We springen gewoon in één keer op deze. En dan springen we in één keer door naar deze. Juist. Lekker. Zou dit moeten kunnen? Zo en zo en zo. Ja, dan wacht ik nu gewoon heel eventjes. Daar moeten we nu naartoe. Via deze. En dan naar deze toe en dan eroverheen. Lekker! Oké dan. Go. Dit is wel lekker met Tanuki Toad, jongens. Go. Lekker. We hebben hier gewoon nog een veertje. Die hebben we nog geen eens nodig nu eigenlijk. Go. We hoeven hier niet op zoek te gaan naar een ster. De ster die zit helemaal aan het einde. Let's go.
Let's go. Even pauze. Oké. Oké, even rustig aan. Even kijken hoe dit werkt. Kan ik nu gaan? Ja, ik kan nu gaan. Dit is nice. Korte jump. Korte jump. En vasthouden. En dan zit hier dus nog een sterretje. Ja, lekker. En weer terug. Nice. Heel nice. Oké, alleen deze vlaggenmast, die is volgens mij best wel moeilijk. Let's go. Let's go. Ja, we gaan door. Dit moet namelijk in één keer goed. Je moet hier... Ken je dat? Dat de meester je iets uitlegt? En terwijl hij het uitlegt, doet hij het verkeerd? Ja, dat was dus zo'n momentje zoals dit. Oké, herkansing jongens. Op school krijg je ook een herkansing. Ik vind dat ik ook een herkansing verdien. Oké, daar gaan we weer. Hier naar links. Nog een keer naar links. Rechtdoor. Rechtdoor. Go. Omhoog. Omhoog. En... ja, kijk. Waarom sprong ik net zo gaar? Ik had dit makkelijk allemaal in één keer kunnen halen. Hé, maar jongens. Even tussendoor. We hebben wel echt supersnel mushroom level gehaald. Dit ging wel hard. Dit ging super hard. En nu mogen we door hier naar de flower wereld. En die levels, die gaan we spelen in de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's op je bakkes. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!